Onlangs zag ik op mijn smartphone een berichtje. Met oude Afrikaanse rituelen herstel ik voorgaande relaties door genezing van het hart en van de geest. Occulte remedie bij problemen. Waarzegger over de liefde. Met voorouderlijke kennis begeleid ik je. En zo ging het nog even door. Magie of toverij is de vermeende kunst van het manipuleren van de werkelijkheid. Met behulp van speciale objecten, spreuken en rituelen, op basis van verborgen krachten. Mensen die in magie geloven, zijn ervan overtuigd dat het een oplossing biedt voor problemen met bijvoorbeeld vruchtbaarheid, gezondheid, veiligheid en het liefdesleven. En dat het meer controle geeft over de natuur en het menselijk leven. Het paranormale komt vandaag uitgebreid aan bod in boeken en films en dat wijst op een grote interesse. Je vindt horoscopen in bijna alle kranten, mantra's in de yogasessies, alternatieve medische therapieën, bijgelovige praktijken in het christendom. Het illustreert dat magie in onze cultuur goed is ingeburgerd. Sommigen zijn ervan overtuigd dat het werkt, of ze denken, baat het niet. Het schaadt ook niet. Want iedereen verlangt naar liefde en naar oplossingen voor zijn problemen. En wanneer je echt geholpen wordt door een eenvoudig ritueel, lijkt dat wel aantrekkelijk. De wetenschap staat erg kritisch tegenover die praktijken. Maar hoe bekijken we dat door de bril van de gelovigen? De Egyptenaren waren erg bedreven in magie. En ook het Joodse volk kwam in verleiding om die gebruiken over te nemen. Denken we maar aan het gouden kalf. Maar Yahweh waarschuwt bij monden van Mozes in niet mis te verstane bewoordingen om dat niet te doen. En daarbij is geen onderscheid tussen zogenaamde witte en zwarte magie. Het mag bij u niet voorkomen dat iemand zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan. Zich inlaat met waarzeggerij, met geestenbezwering, voorspellingen of toverij. Zich met bezweringen inlaat, geesten en orakels ondervraagt of de doden oproept. Want van iedereen die dergelijke dingen doet, heeft de Heer uw God een afschuw. Die praktijken waren verbonden met afgodendienst. En God verduidelijkt hier de 10 geboden. Want daarin staat: gij zult geen godenbeelden maken. Gij zult voor hen niet buigen. God wil ons beschermen tegen onheil en zegt dat omdat Hij het goed met ons voor heeft. De reclame op mijn smartphone beloofde herstel, genezing van het hart en van de geest, liefde. Maar de God die liefde is en dat bewijst door mens te worden, zegt dat Hij van die magische praktijken een afschuw heeft. Gods domein en het domein van de magie zijn niet compatibel en wanneer we aan Yahweh's kant willen staan, mogen we ons niet inlaten met die alternatieve wereld. Magie was ten tijde van Jezus zo goed als onbestaande in Israël. Maar de discipelen dragen Jezus' boodschap ook uit buiten Israël. De Samaritanen aanvaarden het evangelie en door het gebed van Filippus worden velen genezen. En dan lezen we het volgende. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Al eerder had een zekere Simon in die stad magie bedreven en de bevolking van Samaria versteld laten staan. Hij zei van zichzelf dat hij een groot man was en iedereen van groot tot klein was op zijn hand. Ze zeiden: dit is nu de grote kracht van God. Ze waren op zijn hand omdat ze telkens weer versteld stonden van zijn magische kunsten. Simon de tovenaar trok alle aandacht naar zich toe en kon mensen boeien door zijn spectaculaire act. En die occulte krachten werden beschouwd als een gave van God. Maar Filippus toont hen nu de echte God. Maar toen ze Filippus gingen geloven, die hen de goede boodschap bracht van Gods koningschap in de naam van Jezus Christus, lieten ze zich dopen
mannen zowel als vrouwen. Ook Simon zelf kwam tot geloof en bleef na zijn doop voortdurend bij Filippus. Hij stond versteld van de tekenen en machtige daden die hij zag gebeuren. Het lijkt een happy end, maar dat is het niet. Want Simon heeft niet goed begrepen waarover het eigenlijk gaat. Hij stelt zijn ego weer centraal en biedt geld aan om ook de gave te ontvangen om voor anderen te bidden met dezelfde resultaten. En dan zegt Petrus hem: maar de verdoemenis met je geld, als je denkt Gods geschenk met geld te kunnen kopen? Die scherpe woorden doen denken aan de tekst van Mozes, waarin God zegt dat hij een afschuw heeft van magische praktijken. Wat is nu het verschil tussen die twee werelden? En waarom zijn ze niet compatibel? De magie is een gesloten wereld, gehuld in een waas van geheimzinnigheid. We kennen de gesprekspartner niet, noch zijn bedoelingen. Gods koninkrijk is synoniem voor Jezus. Zijn woorden en bedoelingen zijn openbaar en duidelijk, en na te lezen in de Bijbel. De magische wereld draait om onszelf. Het belang van de ander komt meestal niet in beeld. In Gods domein schikken we ons naar de Schepper, en Hij beoogt welzijn voor onszelf en voor de naaste. De magische wereld stelt geen morele eisen. Je kan oplossingen kopen, zonder dat je aan jezelf moet werken. Het ritueel werkt in jouw plaats. God stelt hoge morele eisen. Hij vraagt een diepgaande verandering van levensstijl en een grote persoonlijke inzet. Magische rituelen hebben tot doel om anderen te manipuleren en dus in te breken op hun keuzevrijheid. God vraagt respect voor de menselijke vrijheid. We kunnen bidden om Gods zegen, maar wanneer we relationele problemen hebben, moeten we zelf ook in alle openheid aan verzoening werken, in plaats van de anderen te betoveren. Er valt hierover natuurlijk veel meer te zeggen, maar op grond van dit overzicht kunnen we misschien al besluiten. Kiezen we voor het domein van de magie, of buigen we voor Jezus en kiezen we voor Gods domein?